Hey, hallo, welkom. Leuk dat je er bent. Dit gebeurde in de vorige aflevering. Het huis van Rick Force. Weet je wat het is, jongens? Ik heb even met Rick over gehad. En Rick, die gaat niet heel lang bij mij wonen. Want die wil ook zijn eigen gangetje gaan, natuurlijk. We kunnen hem niet zomaar achterlaten zonder dat we iets gedaan hebben. Oké, hoeveel zijn het er? Ja, tenminste drie. Kijk, doen we zo, plop, plop. En dan steken we hem aan en hebben we een netherportal. Abonneer op Walnut. En doet hij hem dicht. Abonneer op Walnut. Kies een deur dat hij zeg maar er doorheen moet lopen, weet je? Ja. Ja, goeie. Ja. Goeie. Oké, dat is leuk. Ga naar binnen. Hey, deur 1, deur 2, deur 3. Welke wil je kiezen, Rick? Waar ga je heen, Rick? Abonneer. Abonneer op Walnut. Abonneer op Jerry. Vandaag, jongens, vandaag gaan Jordi en ik kijken hoe Rick reageert op de prank. En daarna komt er een leuk netheravontuur. Dus veel plezier met kijken. Like zeker eventjes. We gaan weer voor 2000 likes. En de zon gaat onder. Wat prachtig. Ik heb te lang niet geslapen, help. Nou, oké, hij is klaar, onze troll. Nu wachten tot Rick er is. Maar waar gaan we zijn? Gaan wij in die kaart? Stel, Rick is er. Dan kunnen wij snel daarin lopen. Kunnen wij shiften in die ruimte beneden. Maar nu mogen we zijn huis dus niet meer in. Dus nu moeten we de deur één keer dicht doen. Eén laatste keer. Oh mijn god. Waarom klikken we ook echt tegelijk? Robin is heel Robin is echt kut. Irritant. Ik haat Robin. Ik heb helemaal geen zin in. Hey Robin. Hey oma Maria. Hey. Hij gaat ook gewoon mijn nether in. Waarom gaat hij mijn nether in? Hey. Hey. Dat kost geld. Hallo. Nee. Hey. Achievement. Ja, die wil jij ook zeker. Die wil ik ook. Hey, dit kost geld. Hey, maar weet je wat we even moeten doen, jongens? We moeten hier naar 0-0 gaan. Om daar volgens ook een netherportal te plaatsen. Zodat we terug bij de spawn zijn. En dan kunnen we daar beginnen met winkels bouwen. En dan, stel mensen zijn er, dan kunnen ze ook via daar de nether in. En ik zie gewoon een fortress, die is echt van mij. Nee, van die mij. Die is van mij, nee. Nee. Oh! Oké, <Okay. laughs> we gaan elkaar niet doodmaken, oké? Dat is een belofte. Die heb ik geclaimd in de naam van Kingdom Tooter. Nee, ik in de naam van... mij. Nee. Dat kan, serieus. Ik leef nog. Succes met naar boven gaan. Hey, maar die loot, dat is van mij. Ik vergeef het je nooit als je mijn loot pakt beneden. Dat is mijn portal. Oké. Doei Robin. Succes met naar boven komen. Wij gaan weer terug naar de normale wereld. Wij gaan terug, of Hallo! Ja, ik heb er wat blokken voor je, komt-ie! Waar ben je? Hier! Komt-ie, wacht, ik heb er wat voor je! Waar ben je? Alsjeblieft! Waar? Oh! Hey, thanks man! Nog één! Hier! Oh ja! Je redt het wel! Oh jee. Hebben jullie meer? Oké, wacht, ik ga even kijken of ik dit pas op dit blokje. Ik heb cobblestone. Je hebt gewoon hout bij je. Ja, maar dat wilde ik eigenlijk niet opmaken. Wat scam jij ons? Je hebt gewoon hout bij je. Jongen. Nee! En ze kijken een stuk. Oh. Ik heb een nieuwe. Oh, je hakte mij onder mijn kont vandaan. Hier, kom. We gaan terug. Nee, we moeten binnenkort even een plek maken naar de main spawn. Au! Au! Nee! Nee, ik was er bijna! Nee! Ik was er bijna! Nee, Loren! Hé! Hey, nee. Wat vond je ervan? Van de deur? Ja, nee, ik ben er niet in geweest. Nee, van deze aan het begindeur. Je hebt de deur hier opengemaakt. Oh. Ja, wat gebeurde er? Nou, wat heb je in je inventory zitten? Heb je niet iets wonderbaarlijks in je inventory zitten? Oh, Rick is stom. Ja, en nog meer. Dat vond ik wel heel leuk. Ik heb abonneer op Walden. Hij gaat toch niet dood, hè? Nee, hij gaat niet dood. Geloof me dat hij niet dood gaat. Zoek het maar uit. Nee, dit is leuk. Geen bal. Wat vind je hier? Nee! Oh, je had ook echt de legendary weg. Hij heeft hier van Ido weggehaald. Nee! What the fuck? Je mag ook een sign ertussen plaatsen van jouw kanaal als je dat wilt. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? Niet zo heel lang. Valt er echt wel mee. Er is een monster nearby. Een monster nearby. Ja, in jouw muur volgens mij. Nee, hieronder. Ah! Ah! Hey, Rini. We hebben een netherportal, René. Ja, dus, we hebben die ook nog niet, maar we hebben niet eens een basis. Dus onze netherportal staat boven een netherfortress, dus die kunnen we samen die wel een keertje... Nee, die kunnen wij samen wel een keer even in naam van Kingdom Tooter raiden, als je wilt. Ja, dat vind ik prima. We moeten even een keer gaan zitten. Wat had jij trouwens onze bomen hier? Wel terugplant, hè? Oh ja, die moeten we nog hebben, die hebben. Nee! Waar zijn Jordi en... Ze zijn sowieso naar de nether. Ja, ze zijn naar de nether, sowieso. Ze zijn onze dingen reden. Ik weet zeker. Als ze onze netherport... Oh, ons netherfort gaan ze pakken. In de wereld. Nee! 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 Ik wist het! Nee! Max is niet relevant. Unsupport Max. Max is lelijk. Max stinkt. Waarom? Nee! Wij hebben niks gedaan. Nee, ik wist het. Ik zocht jullie al. Ik denk, nee, ze zijn sowieso de nether in. Dit waren Lorenzo en Wim.
vriend Supermax. Abonneer op... Jij hebt alleen maar gewoon abonneer op Jerry gedaan. Oh mijn god. Oh ja, ik heb gezegd dat hij niet relevant is. Hij moet gelijk weg. Ik ga gelijk jullie kunst wegslopen. Ik ben wel relevant, ik ben niet lelijk. Hey, ik wil mijn eigen kop zo terug. Voor jouw kant vind ik wel leuk, Robin. Ja, bedankt. Alleen dat abonneer op Jerry vond ik niet zo leuk. Kijk René, kijk daar, zie je? F. Cool, hè? F Bjorn. Doe even de HEMA-tune af. Bram! René start een YouTube-kanaal. Oh. René moet uploaden. Zullen wij de shit looten, René? Ja, kom Jordi, gaan we doen. Oh, ja, god. Ja, maar kijk, ik heb een idee. Kijk, dit zien zij niet. Let op. Kijk, nee, mijn tactiek! Mijn boot is weg. Hij staat op je hoofd, lul. Kom, nee! Ze zijn sneller! Ze hebben een boot! René, kom! Kom! Ze hebben een boot! Nee, ze gaan hem pakken! René, kom! Die fuck is zo boos! Nee, hij is van ons! Het is ons fort! Het is ons fort! René, kom! Snel! René! De andere kant op! Eerste kist zijn voor mij! Oh, dit is de trap! Je moet deze kant op! Je moet deze kant op! Oh ja, dit is voor mij! Nee, het is allemaal voor mij! Ik heb er twee! Ja, kist! Ja! Nee! Oh, diamonds! Nog een kist! Ik hoor heen. Zadels! Auw! Lekker voor je, ik heb loot! Ja, wel op mijn, wel op mijn netvlies. Hier, neem jij het goud maar, boeit me toch niet. Alles is van ons, ik hoop dat René ook veel loot. Oh. Ja, duw me maar! Duw me maar! Oh mijn god, het is zo groot hier. Nee, ik had geen genoeg ruimte meer! Die horsezadel heb jij nu! Nee, die wilde ik! Oh, je lul! Ik heb er gewoon 6 diamonds, hè? Ja, delen! Nee, niks delen! Nee, deze moet ik trouwens ook hebben. Oh ja, trouwens, die moet ik ook hebben, ja. Pak jij die andere kant maar. Dit is mij, doei! René, heb je veel geloot? Een diamant. Ik heb ook heel veel diamanten! En een zadel! Ons team doet het beter! Ja, hij heeft de horsearmor gepakt. Ik heb een diamantenzadel. Nee! Ah, lekker! Ik denk dat we hem helemaal hard hebben gehad, jongens. Ik denk het wel. Ja, nee, of hier moet je nog helemaal heen kunnen. Oh! Oh, daar wil ik niet heen! Ga jij maar daarheen! Oké. Goed om te weten. Ik heb nog geen schild om mezelf te beschermen. Ik heb te veel loot. Oké, jongens, die moeten we later pakken. Als we hebben geen, ja, maar we hebben geen schild. Schilden. Ik daar ga hem kapot maken. Nee, nee, nee. Grapje. Oh, nou, ik denk dat we hem gehad hebben, jongens. Oprecht. Ja, laten we gewoon weer terug gaan. Ik wil naar huis. Volgens mij komen er zo de mensen doorheen. Wat dan? Ik schrik. Hallo. Ik schrik me echt kapot. Wat doen jullie hier? Ja, we hebben juist echt een battle gedaan wie het snelst de nether fortress kon looten. Wat doen jullie? Wat doen jullie überhaupt? Nee, ja. Niks hoor. Ga jullie maar terug naar de nether. Ga jullie maar terug naar de nether. Ik zou het echt niet doen, hè. Kom maar, koning Wim. Ik ken een toeter is saai en lelijk. Maar hij heeft wel een YouTube met veel abonnees. Oh, hey. Ja, daarom komen jullie zeker terug. Ja. Hey, maar worsten zijn. Wie de fuck is deze Steve? Hoi. Kom, we slaan hem in elkaar. Hey, ja, pak hem! Nee. Pak hem! Steve, tot niet welkom! Nee, niet doen, niet doen! Nee, Wim! Nee! Nee! Wat is er? Ga nou eens weg! Ik hoor je het al zeggen. Ik heb nog nooit een axolotl gezien, dus hij wil hem even zien. Ik heb nog nooit een axolotl gezien, laat zien. Laat zien. Nee! Je bent verbannen. Waar is het verdrag van Friesland? Ja, die heb ik bij. Ik wil het verdrag van Friesland. Niet geven. Ik wil nu het verdrag van Friesland. Nee, niet geven. Ik ga nu mijn naam uitkrassen. Ik ga nu mijn naam eruit krassen. Nee, je hebt me een axolotl pijn gedaan. Nee, maar je wilde hem doodmaken. Nee hoor. Hoe weet jij nou? Jij wist niet dat hij binnen... Hij kon net zo goed... Hele mental breakdown. Ik zal een sorry video maken. Dat zijn René de koeien, niet mijn koeien. Oh, oké. Okay. Ja, kijk. Ik kijk naar links en pas op hoor. Pas op hoor. Oh, Rick is er. Wacht even, dat doe ik wel even. Oké, jongens, Rick is er. Rick is er. Het is snel tijd. Het is tijd om hierheen te gaan. Rick is er, dus het is tijd om naar de plek te gaan. Hé, hey, Bram is er ook. Wat doet Bram hier? Oké, doe het. Oeh, wat gebeurt er? Oeh! Oeh! What the fuck? Koning man! Hey, welkom! Abonneer! Wow. Abonneer hallo. Op mij! Ik moet het allemaal blurren! Ja, hop hoor!
Welkom Bram. Ze komen allemaal ook hieruit. Oh, wat goed. Ja, koning Walnoot. Je denkt dat je keuze hebt aan het begin, maar die keuze betekent niks. Koning Walnoot. Koning Bram. Je zit gewoon de hele tijd te wachten. Ja, weet je hoe lang het duurde, joh, voordat je eraan kwam? Mijn UAV had je gespot, maar je ging onder de radar. Dus dat was niet leuk. Ja, ja. Ido staat er. We hebben hier ook Just Out, ook een kleinere. En dan de kleinste heeft een kleinere plek hier. Koning Walnoot. Ik heb u nodig onder vier ogen. Dat is namelijk een gruweldaad. Hoe heb je dit allemaal gedaan, Max? Er moet een oorlog voorkomen. Oké, kom dan. Ik wil even onder vier ogen Bram spreken, jongen. Wat ziek dit. Muiterij wordt geslacht. Oké, kom maar naar mijn base. Ik heb een prachtig huis waar we even kunnen praten met elkaar. Dit is Vallei Toeter. Iedereen is hier welkom. De meeste mensen zijn hier telkens. Ik weet ook alleen niet waarom. Ik neem je al even mee naar mijn thuisbasis. Oké, dit is mijn thuisbasis. Welkom. Nee, dit is oprecht. Dit is zeg maar... In de hele vallei woon ik hier. Bij deze kist en dit bed. Maar we gaan wel even René haar huis. Kom. Keizerin René. Prinses René. Ik zie het al. Een grot. Dit is geen prinses. Dit is een oog. Ja, ik weet niet wat René hier aan het doen is. Ze maakt echt een insane groot iets. René. Ja, kijk, daar heb je vrouw René. Gratis spullen. Vrouw René. Hallo. Gaat het met uw poten? U bent hard gevallen. Dat we samen moeten werken. Tegen Kingdom Boom. Friesland. Hoezo wil je vechten tegen Kingdom Friesland? Het ziet er al naar uit dat de strijd eerder is gekomen. Je hebt het verdrag getekend. Jullie niet. Dus jullie zitten niet bij het verdrag. Het verdrag is letterlijk van ons. Nee, daar heeft hij. Je hebt niet getekend. Daar heeft hij. Het is letterlijk waar we het gemaakt. Er staat geen naam onder. God, René. Er staat niet onder gesigneerd. Dit moment. Bent u bereid? Daar heeft hij hem te pakken. Om de strijd aan te gaan met Kingdom Ude. Om de strijd aan te gaan. Oh, maar wel met mate. Niet vechten op kerstdagen, niet vechten op oud en nieuw, niet vechten in de zomerse dagen, niet vechten boven 35 graden. Dat kan namelijk zorgen voor zonnesteek. Niet zorgen als iemand de koorts heeft boven 39 graden, niet vechten het moment als één moeder jarig is. Hetzelfde geldt voor iemands vader. Snap jij het? Als iemand jarig is binnen de familie, wat zei je? Snap je het? Dat er een vorm van geweld wordt geuit. Niet. Maar voor de rest zijn we bereid om te vechten. Zijn de condities duidelijk? Ik heb astma. De strijd is gecanceld. Tot snel. Max... Ik kom er niet onderuit, gozer. Het is één blokje groot. Hoezo zit ik hierin? Het kan niet. Laat hem hierin. Hoezo zit ik hierin? Ik heb een nieuw huisdier, Lorenzo. Wat vind je ervan?